deze nieuwe video. Het valt denk ik meteen op dat het hier rood is. Ik heb net mijn wenkbrauwen gehad, dus daarom is het daar een beetje rood. Ik ga vandaag weer nieuwe producten testen. Ik heb hier nieuwe producten van Revolution. Ik heb hun nieuwe foundation, nieuwe concealer en nog een nieuwe concealer. Deze concealer is niet heel nieuw. Deze twee zijn echt net nieuw. Echt like net een week of zo. Deze was er al wel eventjes, maar ik had hem nog niet getest. En het leek me wel leuk. Om deze vandaag ook te testen. Dus ik ben heel benieuwd. Foundation, concealer. Ik hou ervan. Ik hou vooral van foundations. Dus ik ben heel benieuwd weer hierna. Het is allemaal heel betaalbaar. Dus ja, ik hoop dat het gewoon goed is. Want ik ben altijd op zoek naar goede betaalbare make-up. Nou, voordat ik verder ga met de video, vergeet niet alvast te liken en te abonneren als je dat nog niet hebt gedaan. En dan gaan we snel door met de video. Nou, ik heb ze alle drie gekocht op de Revolution website. Revolution wordt gewoon gemaakt in Engeland. Dus je kunt gewoon makkelijk op die website bestellen. Je hoeft geen extra dingen te betalen of wat dan ook. Je betaalt gewoon alleen verzending en klaar. Je kunt alleen niet betalen met Ideal, maar wel met PayPal en zo. Ik betaal altijd met PayPal. Dat is echt super, super makkelijk. Ik ga even nou meteen op de website kijken om even de prijzen en zo te bekijken. En de website is revolutionbeauty.com en daar staat gewoon altijd alles meteen op, want het is gewoon hun normale website. Oké, dan begin ik eerst met de foundation. Deze is echt super, super groot. Dit is de Revolution Conceal & Define Full Coverage Foundation. Ik heb de kleur F8. Ik heb al een foundation. De Fast Base is ook van Revolution. En die heb ik ook in de kleur F8. De kleuren komen overeen. Dus als je al een foundation hebt, weet je al meteen welke kleur je hebt. Wat wel een verschil is dat deze foundation heeft meer kleuren dan deze. Dus deze heeft alle kleuren die deze ook heeft. Dus die matchen gewoon. Maar deze heeft ook een paar extra kleuren. Dus misschien zit daar een kleur bij die toch iets beter matcht voor jou. En deze foundation is 10 euro. En er staat dat het een lichtgewicht foundation is. En dat je de dekking kunt opbouwen. En dat die 24... kleuren heeft. Deze heb je in 24 kleuren. En het heeft een demi matte finish. Dus dat is niet volledig mat, maar ja, iets minder mat dan volledig mat. Dus als je snapt wat ik bedoel. En er zit geen olie in. Is ook handig om te weten. En het is vegan, cruelty free, paraben free en oil free. Heel Revolution is niet getest op dieren en is vegan. Of ja, ik weet dat alles tenminste niet op dier is getest, maar of alles vegan is, dat weet ik niet zeker, maar deze wel. Ik heb dus F8, die is voor medium skin tones met een warme ondertoon. Al moet ik wel zeggen, ze hebben per kleur staan voor wat hun adviseren voor welke huid het is en dat soort dingen. Maar dat klopt niet altijd helemaal, dus je moet wel nog een beetje zelf nadenken. Maar als je dus mijn huidskleur hebt, heb je waarschijnlijk gewoon F8. Dan kom ik aan bij de concealer. Deze concealer bestaat al. Dit was de Revolution Conceal & Define. Maar dit is de super size. Dit was de normale. Ik heb ze allebei in C5. Dit is de normale. En dit is dus de super size versie. Die is echt een stuk groter. Deze is echt heel erg fijn. Dus deze ook. Want ze zijn gewoon de same. Alleen iets groter. Deze ging altijd heel snel op. Het viel mij echt meteen op. Deze, ik heb er al twee gehad. Dit is mijn derde. En het viel heel veel mensen op dat deze heel snel leeg ging. En dat was echt heel erg vervelend. Dus dat hebben ze gehoord en hebben ze dus een grote uitgebracht. Deze grote kost €7,99, oftewel gewoon €8. In de kleine zit 3,4 milliliter. En in de grootte zit, hier staat het in gram, maar hier staat het in milliliter. Oké, I don't know. Maar ja, het is in ieder geval meer dan deze. Dat is wel handig, want deze ging er echt veel te snel doorheen. De twee hebben ongeveer 2 euro verschil. Deze is iets goedkoper. Maar ja, oh, deze is 5 euro en deze is 8 euro. Dus 3 euro verschil. Maar ik ben hier wel blij mee. Dan hoef ik niet steeds opnieuw deze te bestellen. En dan heb ik hier de Revolution Fast Base Concealer. Je hebt dus ook hier de Fast Base Foundation Stick en de Fast Base Concealer. Deze twee zijn denk ik een beetje een match. Ik heb deze ook in de kleur C5, want ook deze matcht gewoon met elkaar. En deze heeft een andere soort spons. Een beetje zo'n fluffy spons. En dan kun je het gewoon zo aanbrengen. Deze concealer is 6 euro. En er staat dat hij je wallen echt bedekt. En dat hij het ook verlicht onder je ogen. En daar hou ik van. Ik hou van lichte onder ogen. Dus dat klinkt voor mij echt heel erg goed. C5 is voor een lichte huidskleur met gouden ondertoon.
Ik heb en geen lichte huidkleur en geen gouden ondertoon. Maar toch is deze mijn match. Dus zoals ik net ook al zei, ga niet altijd gewoon vanuit wat op de website erbij staat. Ik heb deze gekocht bij Pussy Shop. Die heb je gewoon daar. Maar je kunt hem ook gewoon obvious kopen op de Revolution website. Nou, ik ga dus deze drie aanbrengen vandaag. Ik ben echt zo benieuwd. Ik hoop dat deze foundation goed is. Want kijk ook wat voor applicator die heeft. Super groot. Ik hou van dit soort applicators. Sommige mensen zeggen ja, is niet hygiënisch, bla bla. Maar dan denk ik bij mij van ja, maar een concealer breng je ook gewoon gelijk aan met zo'n applicator. Dus hoezo is dan dit niet hygiënisch, maar dat wel. Plus, ik breng altijd foundation aan als mijn huid schoon is. Dus het is niet dat ik een vieze huid heb en dat dit helemaal vies wordt. Ik vind mensen heel vaak een beetje overdreven met hun hygiëne dingen. Maar ieder zijn ding. Oké, even mijn haarband indoen. En dan kunnen we beginnen. Ik ga eerst mijn gezicht primen met de W7 Princess Potion Primer. Deze primer ruikt zo lekker. Hij ruikt heel zoet naar snoep. Ik wil altijd snoep hebben als ik deze geur ruik. Oh, ik heb by the way nog iets nieuws. Dat hoort niet echt bij de video, maar ik heb het wel nieuw. Dus het lijkt me wel leuk om te vertellen. Revolution heeft nou ook een skincare lijn. En ik heb hier de Revolution Hydrating Boost Gel Cream. Dit is een beetje een soort van dagcreme. Ik heb die ook net opgedaan. Hij voelt heel koud en hij hydrateert heel goed. Je voelt het echt helemaal meteen zo. Het is zo'n lekkere, koele gel. Ik vind hem wel fijn. Hij maakt mijn huid, ja, een beetje wakker, iets minder warm en ingeduft. Ingeduft, is dat een woord? I don't know. Maar ja, het maakt je huid gewoon iets meer, ja, wakker. Als ik het zo goed uitspreek. Nou, ik ga de foundation aanbrengen. Deze applicator is echt huge. Deze is echt groot. Voor de mensen die het niet weten, ik heb een droge huid. Dus dat is misschien wel handig om te weten als je deze video bekijkt, al is hij op dit moment niet echt heel erg droog door de zon en zo. Maar in de winter is hij wel altijd best wel droog. Mijn eerste indruk tot nu toe is dat hij inderdaad heel licht aanvoelt. Het is echt een beetje waterig. Dus dat valt me echt als eerst op. En dan ga ik de foundation inblenden met deze geweldige Queen Tarsi Spons. Geweldige spons. En ik ga het er gewoon zo indeppen met onderkant, zoals ik gewoon normaal ook altijd doe. De kleur is inderdaad echt identiek aan de andere foundation. Het is echt de perfecte kleur voor mijn huid. Nou, ik heb hem aangebracht. Over de kleur weer eventjes. Ik vind het toch een beetje grauwig. Hij is niet warm genoeg ofzo. Terwijl, ja, mijn andere F8 is dat wel. Dus er is wel een heel klein beetje verschil. Misschien dat hij nog een beetje gaat oxideren en de kleur iets warmer wordt. Ik vind hem inderdaad ook een demi matte finish hebben. Hij is mat, maar niet heel super super mat. Hij is gewoon een beetje natuurlijk mat. Hij heeft ook echt een volledige dekking. Hij heeft gewoon alles bedekt. Ik ben daar echt heel blij mee. Hij blende fijn. Tot nu toe vind ik hem echt top. Ik moet wel zeggen, Revolution is een van mijn favoriete betaalbare merken. Dus ik had al wel een beetje verwacht, slash gehoopt dat deze goed zou gaan zijn. En tot nu toe is dat ook echt. En ik zie nou ook dat hij een beetje aan het oxideren is. Hij is iets warmer aan het worden. Dus ja, qua kleur wordt hij hopelijk zometeen ook gewoon helemaal goed. Oké, dan de twee concealers. Ik ga deze hier doen en deze hier doen. Deze ken ik al. Ik heb er ook een video over gemaakt, mocht je die willen zien. Tenminste van de kleine, maar deze is gewoon dezelfde. Oh, de applicator is ook echt een stuk groter. Deze ga ik gewoon even aanbrengen. Ik weet al dat ik die goed vind, dus ja. En dan de andere ga ik om het andere oog doen. Deze moet je gewoon zo van onderen draaien. En dan komt er gewoon hier wat spul uit. Qua applicators, ik vind ze allebei fijn. Ik vind zo'n applicator ook in principe altijd prima. Oh, hij voelt een beetje dikkig aan. Dat is altijd wel goed, want dan dekt hij meestal goed. Hij is iets lichter dan die, ondanks dat het wel allebei C5 is. Maar bij deze stond er ook bij dat hij ook echt verlicht. Dus misschien dat hij vandaar iets lichter is. En dan ga ik het uitblenden met deze spons. De ene kant doe ik die mee en de andere kant doe ik die mee, zodat ze niet mixen met elkaar. Nou, ik heb ze allebei uitgeblend. Ik zie voor nou niet super veel verschil. Deze is, ja, echt een
tikje lichter. Ze dekken allebei heel goed. Ze creasen tot nu toe allebei niet. Ze blenden ook allebei fijn uit. Dit was dus de eerste keer dat ik deze gebruikte. Ja, hij is gewoon prima eigenlijk. Dan ga ik me nou gewoon even verder opmaken. En dan kom ik zo meteen bij jullie terug. We gaan ook vandaag een full day wear test doen. Dus ik ga het ook de hele dag oplaten. En aan het einde van de dag gaan we kijken wat we van de foundation en de concealer vinden. Ik heb over deze concealer nog geen enkele review gezien. En over deze foundation heb ik er eentje gezien. En maar dat meisje had een vettige huid. En bij haar ging het wel een beetje breken bij de kin en zo. Voor de meiden met een vettige huid kunnen misschien ook die video bekijken. Die is van Sovdas Nails. Ik zal hem ook even hierboven linken. En dan weet je ook hoe het is op een vettige huid. Nou, ik ga even poederen. Oogschaduw gewoon heel de mikmak. En dan kom ik zo terug. Nou, ik ben er weer. Full glam. Ik heb weer lekker veel make-up op. Ik heb op mijn lippen de Maybelline Supersteen Matte Ink in de kleur 75 Fighter. Ik heb de ooglook gemaakt met de Revolution in samenwerking met Kissou paletje. Heel mooi paletje. Echt, deze kleuren zijn echt geweldig voor de herfst. Deze look komt ook op mijn Instagram en de tutorial komt ook op mijn Instagram. Dus mocht je die willen zien, ik weet niet of het er al staat. Misschien wel, misschien niet. En anders komt hij nog als het er nou nog niet op staat. Ik moet zeggen, mijn make-up ging er geweldig op. Ik vind dat mijn huid er echt heel mooi uitziet. Deze foundation is echt super mooi dekkend. En het is niet too much, te cakey of wat dan ook. Het is gewoon allemaal... Ik heb best wel een mat gezicht nou. En ik persoonlijk vind dat heel mooi. Als jij meer houdt van dewy, van meer glanzend, zijn dit niet de producten voor jou. Qua concealers, ik zie niet echt verschil. Ze lijken echt allebei op elkaar. Ik weet niet of iemand van jullie verschil kan zien, maar ik zie geen verschil. Deze was hier, deze was hier. Ze creasen allebei niet, ze dekken allebei even goed. Toen ik hem aanbracht was deze lichter dan deze, maar nu ik het gewoon zo allebei op heb... Ik zie eigenlijk geen verschil. Ze dekken ook allebei even goed. En ja, I don't know. Misschien dat ik straks meer verschil zie. Het is nou even kijken. Bijna 11:45. Ik ga deze make-up look de hele dag ophouden. Het is vandaag best mooi weer. Dus ik ga van alles doen vandaag, denk ik. En ja, ik ben benieuwd of de make-up er aan het einde van de dag nog zo mooi op zit als dat het er nou op zit. Dus, dan ga ik nou verder. Dan zie ik jullie straks. Oké mensen, ik zit nu in mijn woonkamer. Ik dacht, ik doe even snel een check-up. Ik hoop dat je het een beetje goed kunt zien. Dat het hier een beetje glimmend doorkomt, dat komt door die plekken waar ik heb geharst. De foundation en de concealer, alles zit mooi. Ik ben nu 2 uur verder. Ik heb echt wel eens foundations gehad die na 2 uur er al niet meer uitzagen. En dat is met deze niet. Hij is heel smooth. Je kunt hem wel zien zitten op de huid. Want ja, het is gewoon een volledig dikkende foundation. En dat soort foundations zijn gewoon altijd wat dikker. Dus je kunt hem wel zien zitten, maar niet per se op een slechte manier. Gewoon op een manier van je kunt gewoon zien dat je make-up op hebt. Ik vind hem echt heel mooi. Als je gaat voor een natural look, is dit niet de foundation voor jou, maar anders wel. De concealers zijn ook allebei nog niet gecreased. Ze zien er allebei gewoon goed uit. Dus ja. Ik ga nou even naar buiten. Ik zie jullie straks weer. Oké, het is nou 5:30. Dit is geen make-up update, maar meer een live update. Ik vond het wel leuk om dit erin te doen, want ik ben nu onderweg naar de winnares van de winactie. Ik had haar gedm'd en ik vroeg om haar adres. En haar adres is dus echt in de buurt van waar ik woon. Of ja, niet echt in de buurt. Het is wel 40 minuten, maar ik vind dat niet echt super ver. Dus ik dacht, ik ga haar gewoon verrassen. Ik weet helemaal niet of ze er is. Dus ik hoop dat ze er is. Anders is dit echt voor niks. En dan ga ik gewoon dit eruit knippen. Maar ik ga ervan uit dat ze er is. Tenminste, ik hoop het. Dus ja, ik ben heel erg benieuwd. Dus dit wordt even een mini vlogje midden in mijn make-up video. Oké, nou, ik heb dus net het pakketje gebracht. Ze was heel blij, dus ik ben echt heel blij dat zij zo blij was. Ze was met haar moeder en haar zusje, maar zij kwam echt net uit de douche. Dus ik heb haar een beetje buiten beeld gelaten, want ze wilde niet zo in beeld. Ik vind het echt heel leuk om dit soort dingen te doen. En toen zij me adres gaf, ik dacht echt meteen, ik ga er gewoon heen. Dat is wel leuk. En op die manier kon ik ook eindelijk een keer iemand van jullie ontmoeten. Dus dat was wel leuk. Nou ga ik weer verder naar huis. Mijn foundation zit, by the way, nog steeds gewoon goed op. De concealers ook. Ik heb nog echt niks aan te merken. Maar ik ga straks iets beter kijken. En dan ja,
dan komt mijn eindmening over de make-up. Oké, nou daar ben ik dan weer in mijn normale make-up kamer. Het is nu 7:30, bijna 7:30. Dus ik heb de make-up al bijna 8 uur op. Ik heb ook een beetje check-ins gedaan door de dag heen. Ik hoop dat jullie dat leuk vinden, want dat doe ik normaal niet. En het leek me wel een leuke verandering in mijn video's een keer. Ik vond het ook echt super leuk om dat meisje te verrassen. Ik hoop dat zij het ook leuk vond. Aangezien ze echt net uit de douche kwam, maar sorry daarvoor. Maar al met al heb ik vandaag een hele leuke dag gehad. De foundation en de concealers. Ik vind ze allebei goed. Ik zie nog steeds geen enkel verschil. Ik weet niet of jullie verschil zien, maar ik zie geen verschil. Ze dekken allebei goed. Ze zijn gewoon mooi smooth. Ze creasen niet. Ik vind ze allebei toppie. Maar in principe het verschil zou moeten zijn dat deze een volledige dekking heeft en deze is meer licht geweest, maar je kunt hem wel opbouwen naar een volledige dekking. Dus ik denk dat omdat ik ook heel veel van deze heb opgedaan, dat ze nou gewoon allebei een volledige dekking waren op mijn gezicht en dat ik vandaar niet veel verschil zag. Ja, en de foundation. Nou, een aantal dingen. Laat me beginnen met dat ik in ieder geval positief ben over de foundation. Ik vind de applicator lekker makkelijk, lekker groot, je bent snel klaar. De kleur is goed, hij blijft goed op mijn gezicht. Hij maakt mooi mat, niet te mat, een beetje demi-mat. En hij bedekt alles gewoon heel goed. Ik vind hoe het eruit ziet op mijn gezicht super mooi. Het enige wat ik minder vind aan deze foundation en hoe ik het nou heb ervaard, is dat hij niet lang meegaat. Ik heb hem nou bijna 8 uur op en laat ik zeggen, rond de 7 uur vanaf dat ik hem 7 uur op had, begon hij een beetje te breken hier bij mijn kin en rondom mijn mond en op mijn neus. Dus het is absoluut geen foundation die je gewoon 12 uur op kunt doen en hem niet hoeft bij te werken en hij gewoon helemaal smooth blijft. Dat doet hij niet. Maar ik vind dat als een foundation ruim 7 uur goed blijft, ben ik blij, want dat is gewoon normaal voor een foundation in principe. Er staat ook niet op dat hij long wearing is of zo. Tenminste, niet dat ik per se zie. Dus ja, dat is dan het enige nadeel. Maar hij blijft in principe heel lang zitten. Ik vind hem echt heel mooi. Ik moet wel zeggen, ik zou de volgende keer iets minder opdoen. Dit ligt aan mij, niet aan de foundation. Ik heb echt gewoon te veel opgedaan. Want zoals ik ook al gewoon wist, is dit een volledige dekking. Dus is hij best wel dik. Ik heb hier bij mijn wangen veel te veel opgedaan. Maar dat ligt aan mij. Dus dat zou ik de volgende keer echt anders doen. Gewoon iets minder opdoen. Maar al met al ben ik heel positief over al deze producten. Dus ik ben weer super blij. Revolution heeft mij weer zeker niet teleurgesteld. Like almost always. Maar ik vind ze allebei echt top. En dit flesje gaat volgens mij echt heel lang mee. Er zit 23 milliliter in. Oh mensen, waar ik nou wel achter kom is dat er 23 milliliter in zit. Kennelijk is dat niet eens zo heel veel. Dit is een heel groot flesje. Er zit 23 milliliter in. Als ik hem vergelijk met mijn Wet n Wild foundation, hier zit 30 milliliter in. En die is veel kleiner, maar er zit meer in. Ik heb hier mijn Kiko foundation, daar zit ook meer in, 25 milliliter. En die is ook veel kleiner. Ik vind het wel dan minder dat de verpakking zo groot is en er niet eens echt heel veel in zit. In die van Milani zit ook 30 milliliter. Nou, dan is in principe de verpakking voor niks zo groot. Dat is misschien wel ook handig om te weten. Nou mensen, dat was dan voor vandaag. Ik hoop dat jullie hebben genoten van de video. Vergeet niet te liken en te abonneren op mijn kanaal. Zo blijf je op de hoogte van alle make-up. Nou, dan hoop ik jullie weer snel te zien bij de volgende video. Doei!